Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nanowing. Lekkering. Zeker lekkering. En we zijn nog steeds bij de trap, want ja, de trap duurt gewoon heel lang. Yep. Helaas. Nou, in ieder geval kan je nu item scavengen. Ik wist niet eens dat hij hier een leftovers lag. Misschien lag hij erin, ligt hij in het origineel ook niet. Weet ik ook niet. De game is heel erg slecht gedocumenteerd op basis van waar alle items liggen. Ah, op zowel Serbi, Bulbapedia. Je moet in principe zelf eigenlijk gewoon noteren waar alles ligt. Ik wil kijken. Serbi, die under. Dan ben ik ook gewoon benieuwd wat er allemaal ligt. Ze hebben wel alle trainers en de item shop. De Pokémarkt, daar hebben ze wel alles ingezet wat je kan vinden. Zouden ze de typing van Dunsparce veranderd hebben in deze game? Ik denk het niet. Maar je hebt al sowieso tegen Dunsparce denk ik gevochten in het begin. Oh. Of die trainer was ook aangepast. Ja, dat weet ik niet 100% zeker. In ieder geval die Octillery van deze trainer komt me wel bekend voor. De Dunsparce daarentegen niet. Maar het was wel super effective, dus dat is wel nice. Ja, ik dacht misschien hebben ze er een Dragon type van gemaakt. Oh, dat was wel vet geweest. Was het de Komala? Nee, Komo-O type. Ja. Was het Dragon Fighting? Speaking of, ze zeggen dat een hele goede Raidmon is voor de Terra Raids. Come on. Omdat hij nu toegang heeft tot Belly Drum en Drain Punch. Mm. En dat is in principe eigenlijk wat je altijd met Iron Hands altijd doet. Freak. Ik krijg nu allemaal video's in mijn recommended waarvan ik denk, oh, dat lijkt me interessant. Oeh, Frozen. Hey, dat is nice. Die komt er niet uit. Hey, Toketik. Nice. Die is nu fairy natuurlijk. Ja. Maar je hebt Ice Punch. Mm-hmm. Ik zit even te kijken. Ik denk dat ik ga switchen naar Ampharos. Oeh, is dat slim? Ik weet niet hoe sterk die Toketik is nu. Nee. Of ze daar de stats van hebben aangepast. Hoppatee! Hoppateetje! Moonblast, uh-oh. Kijken. Oh, dat is niet. Dat vond hij niet zo leuk. Mm. Ah, ik zag ook dat die escape room video van Sandring uit is. Die moet ik nog kijken. Oeh, ik moet die even kijken. Ik heb hem wel in mijn laten bekijken neergezet, dus komt goed. Precies, denk ik. Ik moet alleen eventjes weer wat tijd vinden. Nee, ik weet niet wat er morgen gebeurt, want in principe dacht ik dat ik vandaag naar een nieuw huis zou gaan, maar ik hoef natuurlijk niet mee, dus daar was ik wel blij mee. Snap ik. Yes. Oeh, dat Alolan is... Alolan Marowak en ik kan hem vangen. Juist. Ik weet wel dat deze ook in de XD-variant van de Grand Colosseum zit. Ah. Dus daar kan je hem ook vangen. Oké. Moonblast. Moonblastering. Oh. Volgens mij hebben ze die Toketik wel gebufft. Ja, het is wel super. Het is wel step en super effective. Hè? Ja, oké, dat is ook waar. En het is 80 base power. Lekkering. Ik zo alleen helemaal naar boven lopen om weer te healen. Dat is niet zo lekkering. Nee, dat is zeker niet zo lekkering.
Maar ik zei dat ik ook nog iets luchtigs had om over te praten natuurlijk. Ja, dat is waar. Het is meer een vraag en je moet gewoon eerlijk zeggen of je dat ziet zitten of wel of niet, zeg maar. Ja. Maar ik wil heel graag nog een Pokémon Scarlet en Violet serie op mijn kanaal doen. Ja. En ik dacht, misschien als dit af is, misschien dat je dat dan ziet zitten om met mij te doen? Kan, als ik Violet mag spelen. Nou, je moet Violet spelen, want ik moet Scarlet spelen. Oh, nou, dan komt dat heel mooi uit. Alleen moeten we nog wel eventjes bedenken wat voor leuks we kunnen doen, zeg maar. Wat we gaan doen, in. Ja. Ja, dat, je hebt van alles en nog wat qua Pokémon race. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het met Scarlet en Violet, omdat het open world is, zeg maar, vind ik dat lastig. Snap ik. Heb je al... Wacht, ik zit even te denken. Had je ook niet een Scarlet en Violet serie met Sandring gedaan? Nee. Ah, okay. Ik heb helemaal nog geen Scarlet en Violet. Want ik heb mijn Scarlet bewaard voor Monotype. Alleen, we hebben besloten dat, omdat Jordi al lang klaar is, zeg maar. Ja. Oh, ik zit al in game mode, wacht. Wij hebben ervoor gekozen dat Harm en ik alleen Gen 6 nog afmaken. Want anders gaat het zo fucking lang duren en we hebben eigenlijk niet zoveel zin meer. Dus daar had ik mijn Scarlet voor bewaard. Ah, vandaar. Ah. Ja, dat is wel een beetje kut. ja, dat is wel... Ik sta ervoor open in ieder geval. Oké. Okay. Ik heb ook geen save file op mijn Violet, dus dat komt eigenlijk goed uit. Ja. Ik gebruik Violet eigenlijk voornamelijk om die speciale pokeballs te farmen nu. Oh ja. Maar ja, voordat we dat project gaan doen, dan kan ik al denk ik een aantal farmen voor in de tussentijd. Ja, en je kan eventueel gewoon een nieuw game beginnen op het moment dat de serie weer voorbij is, zeg maar. True, en misschien dat ik nog, ik weet niet of mijn broertje een Scarlet save al heeft. Oh, wacht maar, dat is natuurlijk, ik doe het via Pokémon Home. Teruglopen! Ach, en ik kan tijdens die serie kan ik ook altijd nog een van die ballen, al die ballen fixen. Dan zet ik gewoon alleen Home erin en dan al die mons en dan haal ik die mons er weer uit. Ik ga ook al die speciale ballen naar mijn Scarlet. Dan heb ik in ieder geval eentje extra, ja. Volgens mij komen ook niet zoveel meer van die goede Terra Raids, want daar gebruik ik ze voor voornamelijk. Ik heb Mewtwo heb ik gefixt. Ik moest wel 3 switches uiteindelijk gebruiken, want met 2 lukt het gewoon niet. Oef. Ja, die was wel pijnlijk, dus ik moest weer een Mew gebruiken. Die moest ik weer als een Bug Terra-type Mew bouwen. Moest ik naar de save file van mijn broertje ruilen om dat te fixen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Ja, en nu heb ik een Mewtwo in een Beast Ball. En een Mewtwo in een Dream Ball. Oh ja. Voor mijn broertje heb ik een... de Mewtwo in een Luxury Ball gedaan. Want hij wilde de meeste in Luxury Ballen hebben. Is ook wel een vette bal. Ja, zeker. Ik vind het ook wel een hele mooie bal. Het ziet er ook heel leuk uit. Wat doen met je verjaardag? Met mijn verjaardag? Nee. Want, ik, om eerlijk te zijn, ik ben er echt totaal niet mee bezig met mijn verjaardag. Ja. Ik heb er ook niet echt over nagedacht. Toch wel een soort van bijna. Ja, over een paar dagen zelfs. Mm-hmm. Dinsdag. Ja, zeker. Ja, wat ik ga doen, ik ga die vrijdag in ieder geval, als Sal 10 in de bioscoop is, ga ik met 2 vrienden daar naartoe. Nice. Want die goede matsko genaamd, je kent hem wel, Basseman, die is 29 september jarig. Ah. Dus wij zijn altijd in dezelfde week jarig. Ja. Dus, en hij is gek van horrorfilms en we hebben zowat alle Saw-films nu gekeken. Oké. Okay. Behalve deel 10, want die komt aankomende vrijdag uit. Maar het is alleen nog niet bekend of hij in Nederland uit is. Ah. Want hij had het over dat sommigen zeggen dat het pas in oktober is. Dus ja, we moeten het even gaan aankijken. Nou, voor mijn verjaardag zelf, vind je het niet echt. Ik heb het een keertje gevierd. Nou, dat verhaal heb ik al zo vaak verteld. Ja.
Yeah. Maar dat ging een keertje mis. Dus sindsdien heb ik eigenlijk niet meer mijn verjaardag groots gevierd. Nou, hoeft het ook niet groots gevierd natuurlijk. Maar je mag wel even bij stilstaan. Dat doe, hoe heet het? Ik zal, als ik het niet vergeet, jou even gewoon een leuk berichtje sturen. Oh ja, dat is altijd prima hoor. Dat vind ik wel leuk. Ik heb bij iedereen zeg maar de verjaardagen toegevoegd aan de contact in mijn telefoon. Dus het staat ook in mijn agenda wanneer iemand jarig is. Tenminste. Bij jou staat het in ieder geval in. Dus ik had al gezien, Nandowing is jarig. Nandowing. Ja, grappig. Nou, meestal onthoud ik het half een beetje wanneer iemand jarig is. Ik weet dan ongeveer de maand. Ja. En dan check ik altijd nog even welke dag was het ook weer. Mm-hmm. Want ik wist dat een collega van mij, die is ergens begin oktober jarig. Maar ik wist niet meer welke dag. Maar dat heb ik eigenlijk met iedereen zowel. En bij sommige mensen, dan weet ik gewoon exact altijd de datum. Maar dat is omdat ik een soort van riedeltje dan in mijn hoofd mm-hmm. heb van, oh, oké, okay. Ik weet, een van mijn vrienden die is op 29 april jarig. Dan weet ik, oké, 29, die moet ik onthouden. Want een andere vriend van mij, die is weer 29 november jarig. Aha. En dan kan ik dat, zo kan ik het heel makkelijk onthouden. Ik denk de moeilijkste voor mij... Eigenlijk, voor mij de moeilijkste zijn de mensen die in februari jarig zijn. En jij bent ook in februari jarig. Ja. Dat is gewoon omdat ik echt heel lang niemand heb gekend die in februari jarig is. Mm. Dus februari was altijd echt een maand waar gewoon niemand jarig was. Sinds kort. Oeh, Breloom kan je ook al vangen. Oeh, dat is wel een redelijk goede fighting type. Maar goed, Blaziken is beter. Ja. Ik weet, jij bent... Op Pokémondag zelfjarig, toch? Dat klopt, ja. Ja, ik ben even oud als Pokémon, hè. Lekker ring. Ja, ik ben alleen in hetzelfde jaar geboren als Pokémon, maar het is weer even wat anders als je op dezelfde dag geboren bent. Dat is wel echt uniek. De vriendin van Basseman, die is volgens mij 2 februari jarig, dacht ik. Maar dan zie je al, hij heeft pas denk ik een jaar met haar. Ja, denk nu wel ongeveer een jaar. Dus daar wist ik ook niet eerst de verjaardag van. Dus eigenlijk was jij... Nee, je was wel de tweede pas waarvan ik wist van... Oh, die is in februari jarig. Nice. Ik heb een buurjongen gehad waar ik mee omging. En die was op Valentijnsdag jarig. De 14e kabooming. Nou, die kan je ook natuurlijk niet vergeten. Maar ja, daar ga ik niet meer mee om. Ik ken dus heel veel mensen die in februari jarig zijn. Ja? Maar echt, ik ken 4 mensen die op 28 februari jarig zijn. What the fuck? Ja. Het is allemaal een dag na mij, dus ik kan het ook nog goed onthouden. Kijk, dat komt dus goed uit. Ja. Weet je wat dan wel kut is? Als je dan in een schrikkeljaar geboren bent en dan op de 29ste. Dat is inderdaad kut, ja. Maar de meeste vieren dan de 28ste dan, toch? Ja, of ik denk de eerste, 1 maart, denk ik. Ja? Ja, omdat de 28ste, dan ben je nog niet jarig geweest. Ja, oké. Okay. Maar 1 maart ben je dan ook al jarig geweest, toch? Dan ben je jarig geweest. Ja, oké. Okay. Oh, wacht. Ik ben nu bijna aan het doening. We don't like doing doming. Hey, misschien kun jij wat onderzoek doen naar leuke runs die we kunnen doen voor Scarlet and Violet. Ja, ik was al aan het googelen naar Pokémon Challenges, maar wat is het eerste wat je krijgt als je dat googelt? Een Nuzlocke. Nee, die fucking YouTuber en streamer. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ik vind hem een beetje raar, alleen ik vind de dingen die hij soms doet wel leuk. Ja, dat is wel zo. Sommige dingen die hij doet zijn wel leuk, maar ik vind hem inderdaad heel erg apart. Mm-hmm. En ik vind hem eigenlijk niet zo leuk. Ik vind hem een beetje petweterig. Beetje arrogant. En arrogant inderdaad, ja. Ik mag hem niet zo heel erg. Als ik hierin ga, kan ik dan healen? Nee, je hoeft niet meer te battelen. Oh, nice. Dit is alleen maar dialoog. Want in principe, Venus die wil ontsnappen naar het Shadow Pokémon Lab via de metro. Ja. Dit is echt de vetste metro die ze hebben, maat.
Ik hoop dat we dit in de toekomst ook krijgen. Dat het gewoon op elektromagnetisme... Weet je dat ik zover nooit in Colosseum ben gekomen? Dit is voor mij allemaal nieuw. Niet? Ja, nee. Zover ben ik nog nooit gekomen. Ik ben tot Venus gekomen. Damn. Dan heb je echt heel wat gemist. Want ik heb wel als kind zijnde, samen met mijn broers, hebben we wel de game uitgespeeld. We hebben alleen nooit Ho-Oh gekregen zelf. Mm. Oké, nu moeten we naar buiten rennen. Want we ontsnapten weer daar. En... Oh, zijn er hier nog items? Ja, er is eentje. Ik weet alleen niet wat het is. Stardust. Nee. Een Choice Band. Oh, nou, kan goed zijn. Ik weet niet of er daar links nog wat lag, maar ja. Oh, ik dacht dat jij zei dat er maar één item was. Ik dacht dat het er één was, maar ik kan me vergissen. Nee. Tussen die boxen? Zou een goede plek zijn, maar dat zou echt een goede plek zijn, hè? En dan zo meteen gaan we de metro nemen naar de Shadow Pokémon Lab. En hier ligt de sleutel van de metro. Oh, je moet hem maar zien. Yes, de Subway Key. Ik vind qua cutscenes in deze game vind ik het beginstuk het vetst. En dit komt op de tweede plek, wat we zo meteen te zien krijgen. Oké. Dan moeten we even de Subway Key gebruiken. Ja. Ja, dit is voor mij echt allemaal nieuw. Dit. Woesh. Magische Subway. Magische Subway. Precies. Het heeft ook niet zoveel cutscenes in deze game, maar dit vind ik wel vet. Ik wilde dit ook als klein kind vroeger wel zien in de toekomst van dat we zulke voertuigen hebben. Yo, Cypher dudes. Yes. Zou Venus afstammeling van, hoe heet ze nou, Olympia zijn van X en I? Oh, wajo, kibbe. Ja, dit heb je ook gemist, maat. Ja. Let's skedaddle, zegt die guy zo meteen volgens mij. Ja. Let's skedaddle. En dan ligt nog een item hier. En dan zo meteen als je naar buiten loopt naar rechts. De main gate key. Ja, we hebben een main gate key. En daarmee kunnen we de Shadow Lab in. Zou dat toevallig de main gate zijn? Jazeker. Ik heb een Udis, dan kan je naar Urner. En naar Up. Oh, naar Up. Sad. Maar je vroeg of het afstammeling is van Olympia. Denk het niet, want deze game is ook niet van de van Game Freak nee, zelf gemaakt. Ik. Ik maak ook een grapje. Maar, waar moet ik heen? We moeten weer in de subway, want we moeten weer terug, want we kunnen hier verder. Nando, je loopt in de weg. Ja, sorry. Andere kant. Oh. En je kan niet natuurlijk die kant weer op. Nou, nee, dat is waar. Hoppatee. 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 Ik dacht wel dat vroeger die character die met ons meeloopt, Rui... Dat zijn Misty of zoiets was. Nou ja. Ik vind het ook jammer dat dit soort karakters bijvoorbeeld niet in die Battle Tree in Alola, zeg maar, bijvoorbeeld, dat ze deze dan ook niet gebruiken. En ik weet wel dat het niet van dezelfde makers is, maar ik zou het zo leuk vinden. Het zou wel heel vet zijn geweest. Heeft hij ook een Espeon en een Umbreon? Ja, naar buiten. En we kunnen nu de lift nemen. Oeh, de lift. Dan hoef je niet helemaal naar boven te lopen. Ding is wel, in een speedrun, leuk feitje. Ja. Het maakt niet uit of je de lift of de trappen neemt. Ja. Het is ongeveer even snel, maar de trappen zou net, volgens mij, een microseconde sneller zijn. Wee-o. Als je optimaal loopt, dan tenminste. Nou, en in principe moeten we nu naar het Shadow Pokémon Lab. Ja, eerst even healing. Jazeker. En als je zo meteen dan... je kan nog die U-disc gebruiken. Nou ja. Dan kan je de Time Flute pakken. Dan heb je die alvast voor als je nog een Shadow Mon tegenkomt waarvan je denkt... Oh, die wil ik in mijn team zetten. Ah, die Alola Marowak lijkt me op zich wel vet, maar... Kan. Maar ja, ik heb op zich wel een leuk teampie. Dat laat ik aan jou over. Nou, dan moeten we eventjes naar de overkant gaan. En dan de U-disc gebruiken.
Dit vind ik dan het beste stadje uit de game. Met ja. De theme. Ja, ik vind hem lekker snappy. Ik vind hem lekker greedy. Als in ik ben, the grid. Ik ben het vetste liedje vind ik ergens waar we volgens mij nog niet geweest zijn. Oh, ik dacht dat het a gate voor jou was. Nee, dat is nummer 2. Mijn favoriete liedje is Real Graham Tower. Oh, die is ook wel vet, ja. Maar dan de ingang of de passage? Ik weet niet, dat weet ik niet. Ik heb hem gewoon van Google de OST gepakt. Dus ik ken dat hele stukje niet, want zover heb ik nooit geweest. Ik denk dat het de ingang is. Ik weet het niet, want er is één super nice liedje. In de passage dan gebruiken ze de cipher theme. Oh nee, dan is het sowieso dat andere. Je kan trouwens de F-disc gebruiken om weer naar de overkant te gaan. En dan kan je daar de lift nemen om naar de uitgang te gaan. Want anders moet je door heel Pirate Town lopen. Moeten we even de F-disc hebben. Press F in de chat, by the way. Press F-disc in de chat. F-disking in de chatting. Kijken, Pokémon challenges. Doen we ook Nuzlocke trouwens? Kan, gewoon iets leuks. Oké, van Pokémon challenges, als ik dat gewoon google. Wat moet ik nou doen? Nee, hier naar boven. En dan helemaal naar links, daar zit er een lift. Oh. Want we moeten uiteindelijk hier nog een keer terugkomen naar de Shadow Lab. Dan gaan we naar Ned. Met zijn dikke gokporum. En die gaat ons... Met zijn survival gids. Oh ja, dat hadden we afgesproken inderdaad. Dat het net survival gids was. Sorry. Oké, nu moeten we naar het lab. Die? Nee, naar boven. Ja. Ah, Shadow Pokémon Lab. Jazeker. We zijn al een keertje hier geweest, maar we konden toen niks. Mm-hmm. We konden door deze gate niet heen. Nu wel. Ja, perfect. Je hebt hem door. Best een slimpy. Yes. Sommige mensen denken, ik moet tegen dat ding aanpraten. Maar dat lukt helemaal niet. En je moet dan eerst de rechterkant in. En dan merk je al gelijk, ik kan niet rechtdoor lopen. Maar als je dan naar rechts gaat. En dan met de paarse ding praat. Dan gaat het slot af van dit ding. En dan kunnen we daar naar binnen. Ik ben zo blij dat ik jou als guide heb. Ja. En je moet dit maar weten. Ja. Nou, dan hebben we hier in ieder geval een PC. Safe. Ja, dat is prima. Oh. Hoppatee. Hoppateetje. Oké. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Er zitten ook trouwens wel items hier hoor. Dan weet je dat. Okay. Maar dat zijn weer van die boxes. Ik ben benieuwd wat voor team die scientist heeft. Die scientist? Ja. Dat gaan we de volgende aflevering zien. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.